De zweem dat wij een soort marxistisch-leninistische partij zijn die van bovenaf top-down opgelegd krijgen tegen welke leider we nou weer ja en amen moeten zeggen, die zweem moet er echt af. Het is zondag 10 november en dit is Linkse Hobby's podcast van Authentiek Links. Vandaag hebben we een interview met Patrick van Lunteren en Jannie Visser. Beide kandidaten voor de positie van voorzitter van de partij. Bij de verkiezingen die bij de algemene ledenvergaderingen plaats gaan vinden van 13 tot 23 november in je lokale afdeling. Gedurende deze week volgen nog Arnoud Hoekstra en Foppe den Haan. Houd onze website of je feed in de gaten. Nu eerst Jannie. Nou, wie ben je en voor welke functie sta je kandidaat? Ik ben Jannie Visser en ik ben kandidaat voor de functie van voorzitter van de SP. Als je gekozen zou worden, wat zijn je prioriteitenlijst? Hoe ziet dat eruit? Nou, het belangrijkste vind ik dat de leden van de SP dat die vertrouwen hebben in onze partij en in de toekomst van onze partij. En wat wij kunnen betekenen voor ons land en voor de mensen in ons land. En dat we zelfvertrouwen en trots uitstralen. En mede daardoor ook weer heel veel andere mensen in beweging krijgen. En laten zien en voelen dat de SP er toe doet en er voor mensen is. En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Wat zijn de eerste paar stappen daar naartoe? Ja, dat gaan we voor elkaar krijgen door te zorgen dat onze organisatie draait, zeg maar, als een tierenlier. Als een geoliede machine. En dat begint met het congres op 14 december, waar we nu natuurlijk met alle leden heel hard aan het voorbereiden zijn. Om een goed congresstuk met een goede inhoud en goede besluiten voor te bereiden. Nou, als we dat hebben gedaan op 14 december, dan moeten we onmiddellijk daarna als bestuur, we weten nog niet wie dat zijn, maar dan gaan we bij elkaar zitten. En dan gaan we meteen kijken van hoe kunnen wij dit zo snel en zo goed mogelijk uitvoeren. Hoe kunnen we wat de leden ons opdragen gaan doen, in de praktijk brengen. En welke rol moet iedereen daarbij vervullen? Duidelijk. Dan even nog een tweetal vragen over kritische geluiden die in de partij bestaan over het democratisch gehalte van de partij. In de eerste plaats het voordrachtssysteem. Daar is heel veel kritiek ook wederom op gekomen. Dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt natuurlijk. Hoe sta jij erin? Moeten we dat afschaffen of hoe sta je erin? Nou, ik weet dat, zoals het nu gaat, dat is besloten, hè, in onze partij via de spelregels door degene in de partijraad. Die hebben gezegd, het moet zo. Het is al anders dan het vroeger was. Het is nu al one man, one vote. Of dat ieder lid wat naar de vergadering komt gewoon zelf de stem kan uitbrengen. En dat al die stemmen evenveel waard zijn. Dus rechtstreeks, zeg maar. Dat vind ik heel mooi. Wat ik persoonlijk nog liever zou zien is dat op dezelfde dag de kandidaten die zijn voorgedragen, zowel als de kandidaten die zelf hun kandidatuur handhaven, dat die allemaal op dezelfde dag bekendgemaakt zouden worden, op dezelfde manier gepresenteerd, zodat je helemaal een gelijk speelveld krijgt. Nou, dat is nu zo goed mogelijk geprobeerd, maar nog niet helemaal. Dat zou wat mij persoonlijk betreft een verbetering kunnen zijn. En verder denk ik, ja, als de leden het anders willen, dan gaan we het natuurlijk anders doen. Het bestuur, de voorzitter, die voert uit wat de leden willen. Maar ik moet zeggen dat ik ook wel het voordeel zie van dat je een aantal mensen kiest. In dit geval is de kandidatencommissie samengesteld uit allerlei geledingen in de partij. En doet die kandidatencommissie een voorselectie. Want ja, een alternatief zou zijn dat 35.000 mensen moeten beslissen over 11 functies, waar ook weer een heleboel kandidaten voor kunnen zijn. En dan is het wel heel erg moeilijk, denk ik, als ik bij mezelf naga, om dan daar ook voldoende informatie voor te hebben om die afweging te maken. Dat zal niet voor iedereen even gemakkelijk zijn. Dus ik vind het zelf ook geen gekke gedachte dat je kiest voor een groep mensen uit je midden die een beetje van het werk doen wat jij zelf misschien niet allemaal persoonlijk kunt doen. Ik vraag het onder meer ook even. Ik ben zelf namelijk eerder dit jaar in mei ben ik gekozen in de sectorraad diensten bij de FNV. Zoals je weet een grote club, iets groter dan de SP.
de kandidatuur, hoe daar, daar heeft men ook een kandidatencommissie natuurlijk. En alleen, ja, hoe het daar gaat is van, ja, er wordt gewoon gekeken, ben je geschikt voor de functie of niet. Ja, dus in die zin is er een sollicitatiegesprek, maar er is geen voordracht. Ja, dus de leden kiezen aan de hand van de presentatie van de leden wie er gekozen wordt in die sectorraad. Nou, ik was dan een van de drie mensen die in de subsector ICT werd gekozen. Wat is erop tegen om een dergelijk systeem ook binnen de partijen uit te voeren? Want streek genomen, dan gaat het wel over de inhoud. Dan gaat het over waarom zouden die mensen gekozen moeten worden. Nou, ik zou zeggen, als we in onze partij het op een andere manier willen organiseren, dan moeten we daartoe besluiten en dan gaan we dat doen. Maar nu respecteer ik wat er is besloten in onze partij, hoe we het zouden doen. En ja, dat is nu de situatie. En die situatie, daar proberen wij denk ik allemaal het beste van te maken. Tuurlijk. En de volgende keer? Dat hangt er echt vanaf waar de leden toe beslissen. Nee, goed. Want dat brengt me inderdaad bij de volgende vraag over democratie. En dat is dat het congres is nu niet de statutaire hoogste orgaan van de partij. Maar dat is de partijraad. Moet dat niet veranderd worden dan? Moet het congres niet gewoon het hoogste orgaan van de partij worden? Zoals ja, best gebruikelijk is in arbeiderspartijen al een hele lange tijd. Ja, wij hebben het anders geregeld nu. En als we het anders willen, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor wat ik net heb gezegd. Als onze leden in meerderheid besluiten dat het anders moet, dan gaan we het anders doen. Dit is een denk ik, tot nu toe beproefde manier om tot een eerlijk en democratisch besluit te komen. Maar er zijn ook andere manieren. Maar op dit moment is dit de manier en ik vind dit helemaal niet verkeerd. Oké, okay, nou, een hele andere vraag misschien, want je bent zelf ook wethouder geweest. Ben je daarmee ook een wethouder-socialist? Je bent als SP'er, ben je altijd een socialist. Dat staat voorop. En wat je voor functie doet in de partij, of je tribunes verspreidt, dat doe ik of die coördineer ik ook onder andere. Maar of je tribunes verspreidt, of dat je het pand schoonhoudt, of wat je ook doet, je doet het als socialist, als SP'er. En dat geldt ook voor het wethouderschap. En je moet alleen maar een wethoudersfunctie kiezen als SP-afdeling wanneer dat werkelijk iets kan toevoegen aan hoe jij de maatschappij wilt verbeteren. En wanneer jij de maatschappij wilt verbeteren en je kunt daar iets extra's bereiken omdat je meedoet in een coalitie, dan moet je het niet laten. Maar bij ons geldt altijd, en daar sta ik volledig achter, zonder actie geen fractie. Het begint met de actie. Het begint met een actieve afdeling, met mensen die andere mensen met andere mensen samen proberen iets te verbeteren in de samenleving. Met de poten in de modder staan. Dat denk ik dat een heel gezonde houding is. Ook straks misschien als voorzitter natuurlijk. Nou, wat ik mooi vind is dat we als SP zowel de woorden hebben als de daden. We hebben de goede theorie, de goede analyse van de samenleving. Want op dit moment, hoeveel mensen zijn er niet ontevreden? Terecht gaan mensen in onderwijs en in zorg gaan de straat op en die zeggen van, wij ontvangen onvoldoende waardering, erkenning en we hebben te weinig zeggenschap. En dat is toch wel echt het gevolg van onze kapitalistische economie. En waar het groot kapitaal het voor het zeggen heeft. En gewone mensen steeds minder zeggenschap hebben. En dat verhaal, dat moeten wij op alle mogelijke manieren uitdragen, duidelijk maken en met mensen samen concrete oplossingen creëren. Je maakt een heel mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Want we zien nou ook jongeren steeds radicaler worden. Hè, met name rondom het klimaatthema. In Amerika was recent nog een poll waarin iets van mensen onder de 20 jaar een meerderheid openstaan voor een socialistisch alternatief. Nou, in Amerika is dat best een unieke gebeurtenis. Ook in onze partij wordt steeds meer Marx gelezen. Wat betekent socialisme voor jou? En misschien belangrijker nog, hoe gaan we die jongeren bereiken en aan onze partij binden? Ja, ik denk dat het nu wel echt de tijd is. Want overal op de wereld zie je dat mensen opstaan tegen de macht van het groot kapitaal. En dat mensen zeggen, wij willen weer zeggenschap over ons eigen leven. We willen niet dat onze planeet nog verder wordt vernietigd en het klimaat verpest, waardoor we geen toekomst hebben. En dat heeft allemaal te maken met het uitbuiten van de aarde en het, het oneerlijk verdelen, het onrechtvaardig verdelen van alle goederen die er zijn. En
Het is heel goed dat jonge mensen opstaan. En ik denk ook dat het daarom belangrijk is dat wij als SP ook onze internationale agenda goed gaan voeren. Dat we ook de internationale solidariteit, dat we die een goede plek geven in onze partij. En ik denk dat wij ook al heel iets moois hebben. Dat is onze jongere afdeling Rood. En ik denk dat wij met Rood heel goed moeten samenwerken om ook de jonge mensen in Nederland te mobiliseren, om samen op te staan. En de tijd is er echt rijp voor. Je noemt internationale solidariteit geen onbelangrijk thema, denk ik. Maar kun je dat misschien eens wat concreter maken? Wat zou dat concreter betekenen, internationale solidariteit? Betekent dat bijvoorbeeld samenwerken met andere linkse partijen? Of moet ik dan meer denken aan solidariteit met de inval in Syrië nu? Wat betekent dat? Nou, geen solidariteit met de inval in Syrië. Dat vind ik een hele rare vraag. Ja, tegen die inval natuurlijk, maar... Oké, ja. Ik wou net zeggen, dat was een hele rare vraag, maar ik begreep hem verkeerd. Wat ik vind is dat wij als SP altijd op zoek moeten naar partijen, naar mensen, naar groepen, naar organisaties die dezelfde belangen dienen, die dezelfde doelen dienen als wij en dezelfde doelen nastreven. En dat kan om politieke partijen gaan in ons eigen land of in het buitenland, maar dat kan ook om allerlei andere organisaties gaan. Mensenrechtenorganisaties, milieuorganisaties, vakbonden. En de internationale samenwerking die moet ook in ons bestuur goed zijn belegd. We hebben nu natuurlijk wel een soort van handicap nu we niet in het Europese parlement vertegenwoordigd zijn. Daar hadden we ook een club mensen, hele goede, capabele mensen aan het werk die ook heel goed ons netwerk onderhielden. Nou, daar moeten wij wel een alternatief voor organiseren. En dan moeten we ook in het bestuur echt ook iemand nadrukkelijk verantwoordelijk voor maken. En we moeten ook samen strijden tegen al dat onrecht in de wereld. Ons Kamerlid Sarah Karabulut is natuurlijk daar ook echt een voorvechter in. Tegen oorlog, tegen de wapenindustrie, tegen onrecht en uitbuiting. En daar kunnen wij zeker internationale samenwerking gebruiken. Lijkt me een heel gezonde houding. Last but not least, binnen de partij leeft er ook een behoefte aan discussie, debat. Er leeft een behoefte aan politieke scholing die wat de diepte ingaat. We zien dat rondom bijvoorbeeld het Dani Vesso van een tijdje geleden. De groep van eerder dit jaar. Je noemde zelf bloedgroepen vanavond. Hoe wil je dat vormgeven? Wil je dat faciliteren om de partij daarmee ook sterker te maken, zodat we als kaders ook sterker op de grond staan met beide benen in de modder? Nou, als voorzitter zou ik ervoor willen zorgen dat er alle ruimte is voor discussie in onze partij. Want natuurlijk moeten wij als socialisten met elkaar discussiëren over wat is de beste manier, wat staat ons te doen. Die ruimte voor discussie die moet zo groot mogelijk zijn. En daar kunnen we wel andere vormen nog voor bedenken dan we nu alleen maar hebben. Maar tegelijkertijd moeten wij ook voorkomen dat wij salonsocialisten worden. Dat we eindeloos zitten te delibereren en te filosoferen. En dat er niks uit onze handen komt. Want daar heeft niemand iets aan. En wat ik erg belangrijk vind is dat wij de nadruk leggen op wat ons bindt. En niet op wat de verschillen zijn. Want we zijn met 35.000 leden. Dus we denken niet overal hetzelfde over. Respectvolle, goed georganiseerde discussies. Prima. Maar als we uiteindelijk een besluit hebben genomen, dan zou ik zeggen, ophouden met navelstaren. De schouders eronder. En aan de slag. Want met woorden alleen kom je ook niet verder. Geen woorden, maar daden. Hey, dan zeg ik Jannie succes met de verkiezing. En voor nu nog een fijne avond. Dankjewel, voor jou ook en hartelijk dank voor je belangstelling en alle tijd die je steekt in deze linkse hobby's. Het maken van deze podcast kost tijd en geld. Wil jij meebouwen aan een authentiek linkse media? Kijk dan even op linkse.media/doneren voor een eenmalige of maandelijkse bijdrage. Bedankt voor je steun. Wie ben je en waarvoor ga je je kandidaat stellen? Of waarvoor ben je kandidaat? Ik ben Patrick van Lunter uit Breda en ik heb mijn kandidaat gesteld voor het partijvoorzitterschap. En als je gekozen zou worden, wat zijn je eerste prioriteiten? Wat is je 100 dagen plan? Sowieso de eerste 100 dagen moet je vooral heel goed oriënteren, goed luisteren en veel in gesprek gaan met mensen. Maar vooral denk ik dat het heel belangrijk is om wel gelijk duidelijk te maken, het is nu echt tijd voor een nieuwe koers, nieuw geluid, nieuw elan, nieuwe ambities, vooral nieuwe energie.
We zijn te veel naar binnen gekeerd op het moment. We zijn te negatief naar buiten toe in beeld, in de beeldvorming. Er moet echt iets om. En ik denk dat ik dat niet alleen vind, maar ik voel dat heel veel mensen met mij vinden dat het nu echt tijd is voor verandering. En wat moet daarvoor gebeuren? Ik denk dat we sowieso heel erg goed moeten nadenken over onze partijdemocratie. De manier waarop nu besluiten tot stand komen kan niet meer de toets der tijd doorstaan. Veel mensen zijn ontevreden over hoe besluiten nou genomen worden, hoe standpunten tot stand komen. Dus daar moeten we heel goed naar kijken, dus anders organiseren. Ik denk dat ons verhaal veel actueler moet en veel bij de tijdser en in normale mensentaal uitgeschreven en uitgelegd moet kunnen worden. Ik denk dus dat we daar echt met ons beginselprogramma beginnend, maar dan daarna alle verhalen die daarop volgen, gewoon duidelijke taal moeten gaan schrijven. En vooral een positieve boodschap van maken. En niet vertellen dat Thierry Baudet zo'n klootzak is. Maar vooral dat ons verhaal zo goed is. Wij hebben de tofste ideeën voor een andere maatschappij waarin het wel eerlijk verdeeld is. En waar iedereen wel gelijk behandeld wordt. Dat, en ik denk tot slot, als ik het 3 mag noemen van je, dat mag, ja, dankjewel. Ik denk vooral dat we ook wel weer plezier moeten gaan maken. We zijn meester in het ontevreden zijn over de dingen die we net niet gehaald hebben, terwijl we zoveel moois wel bereiken. En als we dat nou weer eens onder het voetlicht brengen, van wat we nou wel voor elkaar krijgen in al die afdelingen, die duizenden mensen die dagelijks voor ons bezig zijn op straat, die doen allemaal hele goede dingen. Laten we dat nou eens onder het voetlicht brengen. Laten we eens laten zien wat voor moois we allemaal bewerkstelligen. Dan denk ik dat het veel vrolijker wordt en veel positiever. En als we die succesjes dan ook nog eens gaan vieren met elkaar met een potje bier af en toe. Dat we elkaar ook eens op een leuke manier ontmoeten. Dan denk ik dat we echt een hele toffe partij zijn. En ja, dat gaat natuurlijk allemaal niet in 100 dagen, maar dat is wel in 100 dagen de aanzet. Oké, duidelijk. Dat is een goede inzet, denk ik. Even terugkomend op een van de elementen die je benoemt. Het stukje democratie in de partij. Ik heb daar 2 subvragen over. Er is veel kritiek in de partij, die ik in ieder geval meekrijg, over het voordragssysteem. Hoe sta jij erin? Moet dat worden afgeschaft? Of wat is jouw kijk erop? Kijk, de voordracht hebben we met z'n allen zelf bepaald, hè, in onze regels en statuten. Maar ik vind dat we daar echt met z'n allen naar moeten kijken. Dat moet gewoon afgeschaft worden. Er zijn gewoon zoveel goede mensen in de partij. De zweem dat wij een soort marxistisch-leninistische partij zijn die van bovenaf top-down opgelegd krijgen tegen welke leider we nou weer ja en amen moeten zeggen. Dat die zweem moet er echt af. En dat kunnen we alleen maar doen door de boel open te gooien. En juist ook het kiezen alleen al van bestuursleden maakt dat gewoon een open proces. Er zijn 4, 5 goede kandidaten. Zet die allemaal neer. Hè. Laat mensen zelf beslissen. Er zijn 35.000 leden. Die zijn natuurlijk allemaal niet dom. Die weten ook wel wat goed is voor de partij. Laat dat aan de leden over. Hè. Ga dat nou niet zo doen van bovenaf weer. Helemaal in de traditie waarvan iedereen van ons het stempeltje erop geplakt heeft. Hè, van jullie zijn top-down georganiseerd en jullie klappen allemaal nog steeds naar de grote meester in Os. Ja, daar moeten we vanaf. 2e subvraag. Het congres is op dit moment statutair niet de baas van de partij, dat is de partijraad. Ga jij dat veranderen dan? Dat is een hele slimme vraag. Dat is, kijk, als je zegt de leden zijn de baas, dan zou je eigenlijk met z'n allen nog eens erover na moeten denken of de partijraad dan wel het hoogste orgaan kan zijn. Want dat is een soort getrapte gremium, hè, waarin de afdelingsvoorzitters namens hun afdelingen het woord mogen doen. Gewogen dat dan wel, maar het is niet helemaal de one vote, hè, de leden aan zet. En dat is in het congres wel. Dus ik denk dat je hele belangrijke besluiten voortaan wel echt in het congres moet laten nemen. Hè. Zo'n Europees programma is in de partijraad afgetikt. Ja, ik vind dat eigenlijk niet meer kan in anno 2020. Om het zo te organiseren. Dus ik denk dat we dat serieus eens moeten onderzoeken. Van, is de partijraad wel echt het hoogste orgaan? Of zijn wij dat nou gewoon met 35.000 op het congres? Helder. Even een andere vraag. Je bent zelf ook wethouder geweest in Breda. Ben je daarmee ook een wethouder-socialist? Wat is precies een wethouder-socialist? Ik weet wel dat ze in Breda allemaal met respect nog steeds terugkijken op de manier waarop ik het wethouderschap heb ingevuld. Hè. De burgemeester zei het bij mijn slotwoord, mijn afscheidswoordje, zei hij van Patrick is niet veranderd door het wethouderschap. Patrick heeft het wethouderschap veranderd. Ja, dat heb ik als een heel groot compliment opgevat. Want ik heb laten zien dat je op een hele menswaardige, sociale, warme manier de mens centraal kan zetten, ook als wethouder. En door heel veel aandacht te geven, tussen de mensen te zijn, ook de stad kan besturen.
En ik moet, de grap is dat nu zelfs VVD-wethouders door de stad heen fietsen om in mijn voetsporen, hoe zeg ik dat, in mijn wielsporen ook de stad in te gaan en met mensen in contact te komen. Dus ja, ik laat zelfs een stukje socialistisch wethouderschap na aan mijn VVD-wethouder die het opvolgt. Ja. Helder. Even een wat algemener iets dan. Wereldwijd zien we dat jongeren steeds radicalere acties nemen rondom klimaat. Er is recent nog een peiling geweest in Amerika dat jongeren tot 20 jaar meerderheid openstaan voor een socialistisch alternatief. Binnen de partij wordt ook steeds meer Marx gelezen. Hoe sta jij daar tegenover? Wat betekent socialisme voor jou? En belangrijker nog, hoe gaan we die jongeren winnen voor de partij? Nou, laat ik vooropstellen dat ik heel erg ben voor de ludieke actie en voor het verzet op een andere manier, hè, op een meer experimentele manier. En mijn hart gaat echt open als ik zie dat de jongeren op het Malieveld stonden laatst voor milieu en klimaat. Dat ze het helemaal zelf hebben georganiseerd via hun eigen sociale netwerken, sociale websites en al die nieuwe technieken, hè, waar wij helemaal geen weet meer van hebben bijna. Ja, daar gaat mijn hart wel van kloppen. En ik vind het heel mooi dat de echte kernwaarden, de echte systeemkritiek weer opbloeit. Ook onder jongeren, maar gelukkig ook onder de oudere leden wel. Want ik denk dat iedereen toch wel ziet ondertussen dat waar de fout zit. Hè. Dat zit hem in de kapitalistische wereldorde die ons klein houdt en knecht en arm houdt. Hè. En, terwijl we juist met z'n allen de macht zouden moeten grijpen. Hè? Het geld is van de huurders, riep Remy al, als het om de huur, om de woningen gaat. Het is ons geld in de pensioenpotten, daar moeten wij zelf over gaan. Hè? Dus ik vind echt dat we daar. Ik ben heel blij met die beweging, dat die fundamentele kritiek weer groeiend is in de partij. Dat sluit dan misschien ook aan op de laatste vraag. En dat is dat er leeft binnen de partij ook een behoefte aan politieke scholing en debat. Ja, dat zien we dan aan ontwikkelingen zoals het Danifesto een tijdje terug. We zien het bij rondom de groep. Bloedgroepen werd vanavond ook genoemd. Ga je dat dan faciliteren in meer een productieve politieke discussie? Zodat wij als partij breed daar ook als kaders dan in de klassenstrijd sterk kunnen staan. Nou, ik denk hè, wat de SP zo heel sterk maakt, en kijk, Jan Marijnis kunnen mensen heel veel van vinden, maar wat hij heel goed heeft gedaan is dat hij al die bloedgroepen onder de SP-tomaat heeft gekregen. Hè. Dat waren allemaal splinters van internationale socialisten, communisten, socialisten, allerlei kruimels van splinterpartijtjes. Die heeft hij allemaal weten te verbinden onder die tomaat. En daar heeft hij een solide partij van gemaakt. En wat nu gebeurt is dat al die splinters zichzelf weer belangrijk gaan vinden en weer gaan uitvinden. En vergeten dat doordat we samen waren, we een hele machtige sterke vuist waren. En ik denk dat besef bij al die groeperingen en splintertjes tussen de oren moet komen. En dat ze elkaar heel hard nodig hebben. En als je in de kern kijkt, dat het verschil helemaal niet zo groot is tussen wat ze allemaal vinden. En dat die hele fundamentalistische kleine dingetjes, dat ze daar het goede gesprek met elkaar over moeten hebben. Want 98% van de zaak vinden ze al hetzelfde. En ik zou al die groeperingen en al die gezinten willen oproepen om eens een keer op een normale manier met elkaar te praten. En eens een keer niet in de verwijtende toon. En een keer niet iemand er wegwuiven of badinerend toespreken of afbekken. Maar gewoon met respect het goede gesprek aangaan. Dan zal blijken dat we een hele sterke basis hebben die voor 98% gedragen is door iedereen. En dan hebben we elkaar ook niet meer de maat te nemen. En kunnen we lekker de energie naar buiten richten. Want daar zit de echte vijand. Maar met faciliteren denk ik ook aan bijvoorbeeld een discussie zoals op een congres. Of zoals het opengooien van de tribune hè, voor minderheidsstandpunten. Is dat iets? Ik heb met verbazing laatst moeten constateren hoe sterk nog de tribune geredigeerd wordt. Zeg maar, dat daar geen ruimte is zeg maar, voor de discussie. En ik denk juist dat, kijk, als je af wil van het stigma dat wij een soort politbureau hebben wat de hele zaak tot in de haarvaat beoordeelt. En in de hand houdt. Dat je daar echt van af wil, dan zal juist dat soort democratische dingen open moeten gaan. Inderdaad, de tribune waar af en toe eens een kritiekpuntje op onszelf in staat. Op partijraden waar de media zit, moeten we de discussie echt open durven voeren. Moeten forums op Facebook moeten we durven hebben.
sterker nog, ik vind dat we die zelf moeten gaan organiseren. Dat wordt nu allemaal georganiseerd door mensen uit de partij zelf, in plaats van dat wij dat als partij doen. Ik vind echt dat we dat veel beter moeten faciliteren. En juist die diversiteit en verschillende van meningen moeten laten zien aan de wereld. Van bij de SP is het ook gewoon, zijn we ook gewoon mensen, allemaal een eigen mening. En met z'n allen samen maken we een grote vuist tegen de echte vijanden buiten. De graaiende kapitalisten. Patrick, succes met de verkiezing en nog een fijne avond. Ja, dankjewel.